Er komt een nieuwe aanpak om de torenhoge schulden van Eindhovenaren aan te pakken. Met een nieuw fonds. Goede Gieren heet het. Nu kost het de gemeente veel geld als veel mensen schulden hebben. En dat moet slimmer. Op het moment dat je kan zeggen, wij wachten eens even. De gemeente maakt nu heel veel kosten voor hulp. Als we kunnen zorgen dat die kosten verminderd worden, dan gebruiken we een deel van dat geld om een schuldregeling mogelijk te maken. Vernieuwend is vooral dat schuldenaars kunnen aflossen in natura. Dus vrijwilligerswerk doen of een taakstraf. Je kan bijvoorbeeld denken, er zijn nu woningcorporaties die ermee experimenteren om mensen klussen te laten doen. Je kan je voorstellen dat iemand die een CJIB-straf heeft, Centraal Justitieel Incassobureau, dat wordt nu, moet dat in geld worden betaald. Kan je ook zeggen dat je een soort taakstraf doet in tijd. Nou, dat zijn manieren die wij gaan verkennen. De Eindhovense politiek en welzijnsorganisaties geloven in de nieuwe aanpak. Onze cliënten hebben allemaal heel goed in de gaten van wij hebben iets gedaan wat we beter niet hadden kunnen doen. En ze voelen zich ook vaak heel schuldig met het idee van mijn schulden worden voor een groot gedeelte kwijtgescholden. En ik denk dat er heel veel cliënten blij zijn met de mogelijkheid om iets terug te doen op een manier waarop zij dat ook kunnen. Want financieel is het er niet. En als ze het dan zich in kunnen zetten voor de gemeenschap, denk ik dat ze daar zeker voor openstaan. Vaak vallen mensen uit, maken hun traject niet af of komen er nog niet eens in. En op het moment dat mensen het traject wel afronden, zie je heel vaak dat mensen terugvallen. De schulddienstverlening is niet altijd de goede oplossing voor de problemen die mensen hebben. Nou, een deel van de mensen komt er niet eens in. En het Goede Gierenfonds gaat daar nu zoeken naar alternatieven. En zij doen dat op een hele andere manier. Door te kijken naar waar kunnen we nu geld voor de samenleving besparen en kunnen we dat geld ook gebruiken om die schulden terug te brengen. In het voorjaar start de nieuwe aanpak met een proef. Daaraan doen 20 Eindhovense gezinnen mee.